Welkom bij een nieuwe aflevering de Tour de France Special van Cycling Site. Met als co-host Lars van den Berg. En onze gast van vandaag is Bram Welten. Welkom, Bram. Dankjewel. Ja, je bent niet, uh, niet voor het eerst bij ons in de podcast. Vorig jaar was je ook een, uh, een van onze eerste gasten. De ja, aflevering 1. Al niet de, de eerste. eerste. Ja, ja dus uh, nu heb jij de eer om uh, vlak voor de Tour de France bij ons aan te sluiten. Ja. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja? Ja, ik ja, ben uh, hopelijk in vorm. Ja, de man die naar de Tour gaat natuurlijk. Ja. Daarom zit hij hier in, ja, de, de, in de Tour de France special. Ja, want, ja. Uh, jij hebt hem vorig jaar gereden. Uh, ja. Dit jaar is het jouw eerste keer, gefeliciteerd in ieder geval met je, met ja. je deelname. Dankjewel. Spannend? Ik vind het behoorlijk spannend eigenlijk wel, ja. ja ik heb uh, ja, dit jaar eigenlijk de, de, mijn debuut in de eerste grote ronde gemaakt. was niet helemaal uh, wat, wat ik ervan had verwacht, maar uh, ja, goede tweede kant. Want welke ronde was dat? Uh, de Giro. Alleen daar werd ik eigenlijk voor de start al, uh, al ziek. En na vier etappes uh, ja, heb ik uh, koorts bijgekregen en dan uh, was het einde verhaal. Had jij dat ook niet uh, thuis de Giro? Ja, ik werd? had het vorig jaar in de Giro ook dat ik, uh, dat ik ziek werd. En uh, ja, iets later wel, maar uh, ja, het is natuurlijk kloten. Dan, uh, dan rij je eerst de grote ronde als verbram en dan zit je na drie, vier dagen uh, mag je weer naar huis. Ja, dus. Uh, maar toen heb ik hem ook geappt en uh, toen zei ik: van Nou ja, misschien heeft het ook weer een uh, voordeel dat je dan straks naar de, naar de tour gaat. En uh, ik heb toch wel even een potje gejankt hoor in de bus. Ja, ja. ja dat snap <laughs> ik wel. En. Uh, maar nu hartstikke mooi dat hij gewoon uh, richting de Tour gaat natuurlijk. Ja, dat is ook bijzonder. Maar voel je, even terug te gaan bij de Giro, voel je dat aankomen? Die, dat je ziek wordt? Of, of is dat gewoon echt op de fietsje, uh, die voelt je niet lekker? En... Nou, eigenlijk al een dag voor de officiële start was ik al een beetje hoesten. En ja, het is dan toch de Giro en je gaat niet uh, bij een beetje hoesten. En je eigenlijk niet helemaal fit voelen, zeggen uh, uh, Ja, ik ga niet starten en het zou ook zomaar eens over kunnen zijn dat het gewoon een klein hoesje is. Maar ja, het bleek toch uh, wel iets, uh, iets heftiger te zijn. Maar ja, we hebben het niet over de Giro, want het is de Tour Special. Ja. Uh, dus nu aanloop naar de Tour. Hoe voel je je? Ben je fit? Ja, ik ben eigenlijk wel fit. Ik heb uh, een goede maand in Spanje getraind. En uh, de Ronde van België gereden. Nu even een weekje thuis geweest uh, om de batterij weer op te laden. En uh, woensdagavond vlieg ik uh, naar Florence. Want wanneer begint jouw voorbereiding op de Tour? Want wanneer krijg jij te horen dat jij mee mag? Ja, ik was op de, op de longlist al. En er werd wel gezegd uh, dat ik er echt wel sterk rekening mee mocht houden dat ik ging. Maar ja, helemaal zeker weet je het nooit. Um, mm -hmm. Ja, toen heb ik eigenlijk mezelf gewoon voorgenomen. Ik ga me gewoon voorbereiden, alsof ik wel echt naar de Tour ga. En, zo en dat is hoeveel weken geleden begin je dan? Ja... Um, het is vandaag uh, met de opnames mei. een week van, uh, van, van, de, van de opname. Half mei begin je al? Ja. Half mei. Ik ben half mei ook naar Spanje vertrokken, dus daar is eigenlijk mijn. Uh... Ja, Eigenlijk direct naar de Giro dus? Ja, even uitgeziekt een weekje thuis en toen, uh, toen ben ik gelijk naar, de, naar Spanje vertrokken. Voor een goed trainingsblok. Maar toen dat was wel echt al met, met uh, in je achterhoofd van uh, de tour zitten, dat zit erin. Ja, ja ik dacht al bij mezelf, wat ik net ook zei: van, uh, mocht ik gaan, dan ben ik in goede vorm en dan weet ik zeker dat ik een goede vorm ben en mocht ik niet gaan. Dan heb ik toch een mooi maand Spanje meegepakt op training. Je zegt net, ik sta op de longlist, maar hoe ja. wordt zoiets gecommuniceerd in de ploeg dan? Dat je de bekendmaking. Um, ja, bij mij werd het eigenlijk gewoon uh, uh, op de wedstrijd verteld van uh, je gaat naar de tour toe dat de knoop binnen de ploeg uh, doorgehakt was met welke renners uh, ze daar naartoe wilden. En hoe lang is dat trainen. geleden nu? Dat is. Hijse uh, um, pijl heb ik gereden en dat is uh, eind mei geweest. Ja wel vrij snel nadat je dus zelf naar, naar Spanje bent geweest werd wel duidelijk dat uh, dat je mocht gaan rijden. Ja. ja. Nou ja, alleen maar fijn toch dat je iets langer de tijd hebt om je me ook mentaal voor te bereiden op wat. Ja, uh... als je die zekerheid net ja bij de Giro dan om daar even op terug te komen, daar moest ik invallen voor, uh, voor iemand die geblesseerd was en dat, dat wist ik misschien pas uh, een goede tien dagen van tevoren. En dat is toch heel anders als je dan met zo'n gevoel uh, aan de start staat of je echt een voorbereiding had waarvan je zeker weet, uh, ja dat dat de goede was. Ja, want je bent vrij nieuw bij de ploeg. Ja. Is dat iets wat, uh, wat begin van het seizoen ook met jou wordt besproken? Als je goed fietst, mag je naar de Tour? Ja, je staat inderdaad ook dan hebben ze al een longlist. En um, dan weet je dat het erin zit. Maar ja, het, is, het hangt van zoveel factoren af. Als je nu ook al ziet hoeveel renners er gevallen zijn of geblesseerd of ziek... dan zijn er zoveel veranderingen al, uh, al geweest. Dus helemaal 100% weet je het nooit, maar... Ja, ik wist wel dat dit jaar uh, de grote kans aanwezig was. Maar was er echt een concurrentiestrijd voor jouw plek? Dat je wist van het is of ik of hij gaat naar de Tour en misschien dus een keuze maken tussen jullie twee. Nou, niet per se. Want ja, die renners stonden ook wel op de, op de longlist. Um, maar uh, net, is Timo Roos dus al, uh, die heeft ze heel veel problemen gehad dit seizoen, elleboog gebroken. Dus daarvan wist ik al dat hij dat niet zou gaan. En dan blijven er eigenlijk vrij weinig renners ook over in de ploeg die, uh, die in de lead out. Uh, uh, ja, die, die job kunnen overnemen, zeg maar. En jouw rol gaat zijn? out. Lieroud. Ja. Aller, hoe, hoe zit het nu met de, met de sprinttrein? Natuurlijk, Fabio tot nu toe nog niet, uh, nog niet het allerbeste jaar gehad. Uh, jullie zijn allemaal nieuw. Jij bent nieuw, Fabio is nieuw. Er zijn heel veel jongens nieuw in die sprinttrein. Heb je het gevoel dat hij nu op de rails is richting, uh, richting de Tour? Um, nou, in de ronde van België was niet een hele goede generale repetitie. Um, daar gingen nogal wat, uh, wat dingen fout. Maar we weten ook wel waar dat het, uh, dat het eigenlijk echt fout ging. En, uh, Welk, wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, vooral communicatief was het gewoon niet uh, zoals het hoorde te zijn. En um, waren er een paar misverstanden waardoor we elkaar kwijtraakten in de finale. En gewoon uh, um, ja, dingen niet meer recht konden zetten. Waardoor we ook niet samen zaten. Kijk, als, als je te ver van achter zit. En, uh, en uh, je bent nog met z'n allen samen, dan kun je nog wat goed maken. Maar als je er ver van achter zit en je zit ook niet bij elkaar, ja, dan, uh, dan is het eigenlijk al, uh, je en, het eigenlijk al vergeten. Hebben jullie nu dan richting de tour dan bijvoorbeeld met, met de jongens die dan gaan, die wisten die gaan een bepaald uh, dat jullie nog gebeld hebben of een specifieke voorbereiding omdat dan bijvoorbeeld in België nog niet was zoals jullie hadden gewild. Hebben jullie dan nog extra dingen nu gedaan de laatste dagen richting, richting de tour? Um, nou, in principe niet echt voor de tour. We hebben wel heel veel meetings met elkaar gehad. Uh, hoe we dat beter kunnen gaan doen. Dus voor de, uh, voor de ronde van België ook al. Maar dat en, is dan weet een, ook, een soort, uh, sorry, een soort uh, teamsgesprek of zo. Dat jullie dan ja, echt contact hebben op die manier. Ja, dan wordt dan gewoon een, een teamsgesprek uh, uh, ja, georganiseerd. en daar zijn degenen die het te doen. Uh, Wordt daarin uh, in meegenomen, en daar hebben we eigenlijk gewoon vooral uh, de manier hoe we moeten communiceren met elkaar en hoe dat, uh, dat we dat beter kunnen maken? En, ja. Uh, ja, Want van het begin van het jaar weet ik dat, dat jij een van de wegkapiteinen was, jullie hadden een groepje, en daar was jij een renner van. Is het dan ook nog dat de ploeg specifiek met jou contact heeft en van en hoe jij ernaar kijkt en hoe zij ernaar kijken, en dat jij dan, als soort ja, de wegkapitein van de lead-out trein dat jullie dan. Jullie twee dan daar contact over hebben of was het echt als groep aan mm, zich? Nee, niet per se. Want uh, eigenlijk is als we met leadout weggaan, het is nu, hebben we ook tegenkoop die, uh, die eigenlijk die rol uh, op zich heeft genomen. En dat de ploeg ook wel heel erg blij is met, uh, met de, met de leidende rol die hij heeft. En ik, uh, ik voel me daar ook wel heel prettig bij hoe het, uh, hoe het eraan toe gaat. Even voor uh, de nieuwe luisteraars en leadout, wat, wat is de rol van de leadout? Wat doe je dan precies? Uh, kort gezegd, uh, zorgen dat jouw sprinter op 200 meter van de finish uh, zo min mogelijk energie verspeeld heeft en dat hij dan uh, eigenlijk uh, zijn sprint in kan zetten. Ja, op de best mogelijke positie. Op de best mogelijke, ja inderdaad, niet te vergeten. Ja. Dat is wel een belangrijk <laughs> kan detail. Ook wel vanuit, yeah. uh, ik plaats 180, maar dat, uh, <laughs> ja, dat gaat er niet meer worden. worden. Hey, maar wel de best mogelijke positie, want hoe gaat het dan? Want je gaat dan, je soms beland je in een massasprint. Uh, dat is wel de bedoeling als, yeah. uh, als sprinter. Ja, oké okay, je een massasprintje kan met z'n tweeën sprinten. Maar, je, maar wat, wat is dan de best mogelijke positie? Want je kan wel dingen van tevoren bedenken, zeg maar. Maar je moet daar ook maar op dat moment op die positie terecht kunnen komen. Het heeft ook heel ja. veel te maken met parcours. Dus uh, windrichting, zijn er bochten waar je al van voren moet zitten die belangrijk zijn? Uh, stel je hebt een haakse bocht op een kilometer. Dan kan het zijn dat je eigenlijk jouw sprinter al in positie moet brengen op een kilometer van de finish. Omdat er na die bocht gewoon geen mogelijkheid meer is om. Posities te winnen. Dus uh, dat verschilt eigenlijk echt per, uh, per etappe of per, uh, per wedstrijd. En daar wordt ook wel echt goed, uh, goed naar gekeken hoe we dat best in kunnen vullen. Nou, want Hoeveel scheelt het, Lars, uh, als je als sprinter achter iemand aanfietst? Nou, dat scheelt, uh, ja, ik denk wel bijna 40 procent in... Uh... Ja, tussen ja, de 30 en de 40 procent zal het wel schelen, denk ik, uh, qua vermogen dat je minder hoeft te leveren als je aan het, aan het laatste wiel van, uh, van de trein zit. Dus ja, dat maakt zo'n groot, uh, groot verschil en vooral ja, de positie waarop, waar, waarop je wordt afgezet natuurlijk. En hoe meer je uit het gedrang kan blijven, uh, des te beter, want daar gaat ook heel veel energie verloren. Dus uh, ja, het, uh, een, een goede trein, dat is gewoon uh, ja, noodzakelijk eigenlijk. Ben jij ook dan degene die een klein beetje, want je moet vechten voor je plek... links en rechts zoals een elleboogje dan uitdeelt om een plekje te krijgen? Of? Ik ben niet uh, iemand die heel erg fysiek is eigenlijk in de sprints. Maar uh, ja, als het een kilometer voor de finish is en je moet een beetje ruimte maken... dan uh, ben ik daar niet bang voor, nee. nee. Hey, maar op het moment dat je uh, te horen krijgt, Bram, jij mag mee naar de Tour... Wordt jouw programma daar ook op aangepast om jou echt klaar te stomen voor, voor bepaalde koersen om die etappes te simuleren? Of hoe, hoe gaat dat? Mm, bij mij is er eigenlijk vrij weinig veranderd. Want uh, de Ronde van België zou ik sowieso wel doen. En daar zouden we ook naartoe gaan met uh, de jongens die meegaan uh, voor de sprint naar de tour. Um, ja, nu was het, uh, was het in iets mindere mate, omdat uh, Niels Eekhoff had, uh, had nog symptomen van een hersenschudding. Dus die viel eigenlijk weg. Waardoor we het met een, uh, een mannetje minder moesten doen. Maar uh, nee, mijn programma is eigenlijk hetzelfde gebleven. En hoe was dat moment voor jou? Toen ze tegen jou zeiden van je gaat naar de Tour? Ja, ik mocht het natuurlijk nog niet publiekelijk uh, bekendmaken. Nee. Maar familie en vrienden uh, heb ik natuurlijk gelijk in de, de groepsapp gestuurd. Uh, dat ik naar de Tour mocht. Ja. En uh, een uur later was de Airbnb al geboekt om, uh, ja. <laughs> om te komen kijken. Dus, uh, ja, supermooi toch? Ja. Daar doe je het voor? Uiteindelijk wel, ja. Het ja. is wel... Uh, Af en toe moet je niet vergeten te genieten. zo ja. maar zeggen. Ja, dus wel een moment staat van uh, wat er gebeurt. Ja. Als je uh, je koers rijdt in aanloop van de Tour, Ben je dan bang dat er iets gebeurt of dat je ziek wordt, of, of ben je daar niet mee bezig? Eigenlijk heb ik dat nooit gehad, maar nu ik dus wel naar de tour ga, had ik wel in de Ronde van België dat ik dacht. Ik, ik zou er niet minder voor vechten, maar ik had wel een paar keer dat ik dacht. Het zou toch wel echt lullig zijn als ik nu tegen de grond aan zou gaan en iets zou breken als ik t, ja, voor het eerst uh, naar de Toer de, de Frans toe mag. Ja. 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 Nou ja, gelukkig alweer niet echt... gebeurd. Nee. Nee. Maar nee. Nee, jij kreeg het vrij kort van tevoren. Ja, te ik hoor. kreeg het zo kort van tevoren te, uh, te horen. Maar de, ik moest toen het NK nog rijden en ik had wel een beetje hetzelfde. Dat ik dacht van ja, ik ga hier vandaag echt geen risico's nemen. Dat NK dat. Uh, ja dat kan me gestolen worden. Dus toen ja. ben ik nog gaan verkennen met jou. En ja. toen uh, reden we het rondje daar. Waar was het ook alweer in Ede? Zit daar. Zit Sorry. Ja. Zit En toen. Uh, ja, dat was zo daar was, cool. was jij niet blij mee? Nee. In eerste instantie zouden we over de markt rijden in Sittard. Ja. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. Toen heb ik contact gezocht met Bobby Traxel. En uh, van de vakbond. En die heeft toen eigenlijk geregeld dat dat stuk van het parcours uh, eruit gehaald ging worden. Dus uh, nou, uiteindelijk was het maar goed dat, ja. uh, dat we zijn gaan verkennen. Ja, dat was sowieso iets raars. Dat was en uiteindelijk cool. al met al was het tien keer beter zo. Ja. Het parcours zoals het vorig jaar was. Wat is het doel van de ploeg? Uh, voor etappeoverwinningen, Zowel in de bergen als, uh, als in de sprints. Welke etappes zijn jullie, uh, jullie favorieten? Waar jullie voor gaan? Alles wat eindigt in de massasprint. Nou, en hoe, hoe goed heb jij al naar het parcours gekeken nu uh, de laatste weken sinds dat je weet dat je gaat? Heb je het hele routeboek in je hoofd zitten of Nee, zeker niet. Nee, ik heb uh, de eerste week goed bekeken en uh, ook in die eerste week denk ik dat, ja, dat ik meer uh, dag voor dag ga bekijken en uh, sprint etappes worden sowieso een dag voordat het is of op de dag zelf met de ploeg al heel goed doorgesproken. Dus uh, meestal kijk ik zelf in de koers ja, twee drie etappes vooruit. En dan, uh, dan ben ik echt wel bezig met die, met die etappen. Maar ik uh, krijg er ook wel een soort van. Uh, ja, misschien wel een beetje spanning of, of zo. Als ik nou al ga kijken wat er in de 17 of 18e etappe uh, moet gaan komen. Dus ik, uh, nee, ik bekijk dat wel meer dag per dag. Pak je dan ook echt Google Maps bij dat je herkenningspunten hebt? Of ja, we wel? hebben Veloviewer. Dat, ja, dat kent eigenlijk iedere profrenner tegenwoordig wel. Dat is een website en daar kun je eigenlijk uh, een soort van. Ja, met Google Maps al in het parcours. Uh, ja, springen. Ja, dan heb je eigenlijk dus de gpx veld dus de route. Ja. En dan kan je dan je, je poppetje makkelijker op die route slepen en ja. dan volgt hij eigenlijk die route. Dus dan kan je ja, dus veel makkelijker het parcours kijken. Dus heb jij toen de Amstel Gold voorbereid? Ja, hè, ja voorbereid. dat uh, heb ik ook vele viewer voor gebruikt. Die video die staat uh, op ons YouTube-kanaal. Dus als je dat wil zien, dan, uh, dan moeten de mensen dat even gaan kijken, inderdaad. Maar dat is uh, eigenlijk hoe iedereen uh, tegenwoordig wel uh, alles voorbereidt ja. uh, in elke ploeg. Oké, okay, maar wat, uh, welke, welke etappes zijn jouw favoriet waarvan je zegt van nou, daar kijk ik echt naar uit? Uh, nou, de eerste sprintetappe, de derde etappe. Dat is wel een uh, groot doel voor ons meteen. Dus een Unibetje voor mij is de uh, derde etappe, Fabio. Dat zou ik wel uh, bij in durven zetten, ja, als je uh, ja? gokker bent. Nou, ik ja. ben geen gokker, ja. Ja. <laughs> Dat het is wel leuk. Ja, we hadden het ook door een sponsor moeten hebben, of Unibet. Of Unibet. Ja, ja want uh, wij hebben uh, laatst een opname gehad bij, uh, bij Miele, daar zat... Uh, daar hadden wij een chef-kok erbij zitten, die, uh, voor de ploeg ook. Hebben jullie je eigen chef mee? Ja, ja we hebben drie weken lang uh, ons eigen chef mee. En hoe, hoe gaat het bij jullie in de ploeg? Want jullie hebben volgens mij personalized plates, uh, ja, toch? klopt. Wij werken met personalized plates. En dat houdt eigenlijk in dat uh, het eten wat je krijgt, dat het precies is afgewogen. En, uh, en berekend op, jou, uh, op jouw lichaam en wat jij die dag gedaan hebt. Dus uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van... Uh, um, ja, hoe zeg je het? Een, uh, iets waar je minder rekening mee moet houden tijdens de koers. Ja. Dus dat is in principe voor jou bedenken. En, en hoe is dat tot nu toe bevallen dit seizoen, sinds dat je bij de ploeg bent? Ja, voor mij heel goed. Ik vind uh, in zo'n wedstrijd is eten gewoon echt een, uh, een must. En dat is ook iets waar je niet zoveel zin hebt om tijd en aandacht aan te besteden. En hier is het gewoon uh, al berekend. En zou je in principe genoeg eten om weer hersteld te zijn en genoeg eten om de volgende dag weer te kunnen presteren. En um, ja, ik vind het persoonlijk wel fijn dat dat, al, uh, dat dat al voor jou gedaan is. Hebben jullie spierpijn eigenlijk? En jij hebt morgen gefietst, maar heb jij spierpijn? Want het lijkt mij dat jullie fietsen vijf, zes etappes achter elkaar. Voel je dat dan de volgende ochtend als je wakker wordt? Nou ja, natuurlijk voel je dat. <laughs> ja. Maar ja, op een gegeven moment uh, blijft het allemaal wel een beetje op hetzelfde, hetzelfde niveau... En uh, ja, vaak als je begint te fietsen, nou, na een kilometer of tien, dan uh, kom je er een soort van doorheen eigenlijk. En dan, uh, ja, je wordt op een gegeven moment niet echt meer slechter. En je haalt eigenlijk altijd een soort standaard basisniveau uh, dat, je, dat je gewoon in je hebt. Maar ja, natuurlijk uh, na een week uh, fietsen, 200 kilometer per dag, natuurlijk ben je dan al helemaal uh, verrot. Maar goed, uh, uiteindelijk is dat voor iedereen hetzelfde. Ja, de een verteert het natuurlijk wel iets beter dan de ander, maar ja. Ja, uiteindelijk, uh, je kan er moeilijk over gaan klagen, je moet gewoon door. Dus, ja. uh, maar ik moet zeggen, ik heb vaak wel, als ik veel klim, dat ik aan mijn hamstrings meer spanning krijg. Maar dat is misschien ook omdat het, uh, als je in Nederland een week traint, dan rij je eigenlijk zo goed als alleen maar vlak. Ja. En dan maak ik evenveel hoogtemeters als in één etappe in, uh, in de Tour. Dus dan heb ik meestal aan mijn hamstrings die wel een beetje stijf zijn, maar dat... Uh, ja, dat is echt spierpijn zou ik het niet echt willen noemen. Nee. Hey, want uh, jullie gaan, uh, ik ga ervan uit dat jullie alles eraan doen om het maximale eruit te halen. Hoe ver gaat zo'n ploeg dan voor jullie, uh, zodat jullie eigenlijk optimaal kunnen genieten en een maximale prestatie kunnen leveren? Ja, behoorlijk ver. Uh, als je al kijkt naar de, de personalized plates, dat is wel iets wat je niet in één keer alleen voor de tour kan doen. Dan moet je ook mee testen en moet je ook vaker hebben gedaan in andere wedstrijden. Um, maar ook uh, matrassen die uh, naar uh, ieder hotel uh, gebracht worden, omdat iedereen zijn eigen matras heeft. Eigenlijk wordt, uh, ja, eigenlijk wordt, het, uh, wordt het allemaal uit je, uit je handen genomen en hoef je alleen maar uh, te douchen, te fietsen en, uh, en schone kleding aan te trekken iedere dag. Worden daar ook de ergos schoongemaakt? Want soms in hotels denk ik dat de airco's niet altijd even schoon zijn. Nee, dan nee. ziek te maken. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nou ja, bij FTC in de grote rondes we, is er eigenlijk altijd een mannetje mee die de airco's uh, schoonmaakt. Ik uh, kan even niet op zijn naam komen, maar ook uh, bijvoorbeeld als je in een kampaniel zit. Dan, uh, hadden ze, en, en de airco werkte niet goed, dan hadden ze zeg maar ja, draagbare airco's mee. En dan, dan hing zo'n slurf uit het raam en dan uh, werd van buiten lucht naar binnen gezogen. En had je je eigen, je eigen airco. Dus uh, nee, je, merkt, je weet dat er gewoon heel veel mensen wel ziek worden van uh, ja, die stoffige airco's die in veel hotels uh, zijn. Dus bij FTC uh, heb, hebben ze daar, en hadden ze daar vorig jaar in ieder geval sowieso wel iemand voor. Dus eigenlijk is het wel goed. Het ja, het, nou, ja, er moet weet. aan alles gedacht worden. Ja. Ja, in de, je weerstand wordt op een gegeven moment gewoon zo laag, omdat je uh, gewoon helemaal verrot bent ja dan om het minste geringste kan je ziek worden. nou dan is de airco uh, eigenlijk hetgeen uh, airco en eten ja dat zijn gewoon dingen die uh, wat goed moet zijn voordat je, uh, voordat je ziek wordt. Nou, weet je jouw eerste, uh, eerste tour eindigt helaas niet op de Champs élysées vind je dat dan jammer of? dat vind ik echt ontzettend jammer ja. Dat is, ja voor mij is de, de tour eindigen op de Champs élysées wel uh... Het is wel echt een, uh, een kinderdroom, zeg maar. Sowieso de toeren uh, rijden en uitfietsen. Maar um, ja, ik weet niet of dit in Nice even mooi gaat zijn. Het is een tijdrit. Niet mijn favoriete ding. Nee. Dus ik had liever uh, gesprint, uh, of tenminste de sprint aangetrokken op de champs élysées dan, uh, dan uh, een klimtijdrit af te werken. Maar ja, het is even. Dan moment... wordt nog even afzien die laatste dag. Dat wordt echt afzien. champs élysées was ook afzien. Maar uh, ja, zo'n klimtijdrit, uh, ja. even zorgen dat je niet bij de tijd komt, uh, gaat ook nog pijn doen aan de benen. Ja. Heb jij de tijdrit bekeken al? Van Nies? Nee, nee, nee. nee. Ja, ik, heb, uh, iets minder... ik ga dit jaar een commentaar doen op de laatste uh, etappe bij Eurosport. Dus ik zou hem nog wel ook even goed moeten bekijken. Maar, uh, dan kan ik uh, commentaar doen over hoe Brand daar... Uh... Dat is nou precies de reden waarom ik ja. niet zeg maar, een, al drie weken het parcours bekeken heb. Ja. Want als je dan weet dat er een eraan aankomt, dan <laughs> ja. denk je nou... Uh... Dan brengt je moraal gelijk. Lastig had zijn broertje uh, naar de finish aanmoedigen als de winnaar. Nou, uh, ik, ho ja, ik hoop dat het een keer uh, gaat lukken. Één keer in die 21 dagen. Maar het zal heel moeilijk voor haar worden. Het niveau is natuurlijk zo hoog. Maar uh, we, wachten het, uh, we wachten het af. Ik hoop het voor hem. Want wie is jouw favoriet, uh, Lars? Voor de einds. Ja. Pogaccio. Ik denk dat hij gewoon, als je ziet met hoeveel gemakken hij won in, uh, in de Giro, denk ik dat er weinig uh, te doen gaat zijn aan, uh, aan hem. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wie het hem moeilijk gaat maken. En sowieso voor uh, plek 2, 3. Uh, uh, het zal heel spannend worden. En ik ben heel benieuwd uh, qua strijd tussen, uh, tussen uh, UAE en, uh, en Visma. Ze hebben allebei een ontzettend sterke ploeg. Al is het natuurlijk de vraag hoe goed Wout en uh, Jonas zijn. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben sorry, twee, benieuwd. twee keer winnaar geweest van. Uh, ja, Pogotjar natuurlijk ook. Dus uh, we, sta, we staan nu twee op twee. Dus uh, ja, één van de twee uh, zal waarschijnlijk, zoals het uh, ziet, de voorsprong weer gaan pakken. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga gewoon alles, uh, alles lekker kijken. Wat is jouw verwachting, Bram? Um, ja, ik, uh, ik denk toch dat, dat Roglic met uh, de hele trui er gaat. doorgaat. Um, die heeft ook in de afgelopen doviné al een hele goede doviné gereden. En um, ja, Pogacar... inderdaad, rijdt supersterk. En uh, maar die heeft wel een, een hele giro erop zitten. Um, ja, en Vingegaat uh, Is dat nadelig voor je dan? Ja, ik denk wel, zeg maar zo'n drieweekse ronde. Als je dan in de laatste week nog die frisheid hebt, um, dat dat wel een heel groot verschil gaat maken. Dat is misschien wel iets waar, waar Vingergaard dan een, een voordeel kan hebben... dat hij uh, vanwege zijn valpartij uh, geen, uh, geen wedstrijden heeft gereden. Dus dat hij misschien die frisheid heeft. Um, maar ja, zoals jaar zoals in, de, in de Giro rondreed, uh, ja, wordt het een moeilijk verhaal. Ja. Als je kijkt tijdens de Tour, dan heb je altijd een rustdag. Hoe, hoe spendeer jij je rustdag? Ga je dan playstationen of ga je dan slapen of wat, wat doe je? Ik denk uh, lekker uitslapen, en, uh, lekker koffietje drinken en uh, heel rustig fietsen. Na trouwens misschien wel even een paar uh, prikkels geven en, uh, en eventjes doorrijden, maar uh, vooral uh, beentjes omhoog en, uh, en hopelijk een lekkere hamburger ofzo. Ja, wacht ja, dan, Wacht, ja, oh, uh, uh, die uh, drinkt al de bier. Ja, ja dat is <laughs> ja, een hoop ongedoe om, om te doen geweest. Maar uh, nee, uh, ja, de rustdag is gewoon juist om zo lekker uh, kusten mogelijk aan te doen en zo goed mogelijk te herstellen. Ja, het verschil. Sommige jongens fietsen helemaal niet. sommige gaan juist weer heel lang fietsen met nog heel veel inspanning, omdat ze anders de volgende dag uh, helemaal stilstaan. Ja. Uh, ja, Ieder vult dat in op zijn eigen manier. Dan moet je ook een beetje achter komen en je, en je lichaam leren kennen. Uh, hoe, hoe die daarop reageert. Ja. Ik heb een quiz, jongens. Ik heb een Kijk, ik heb een mijn favoriete onderwerp. Ja, ja. Lastie heeft de vorige keer verloren. Dus van, dat wil ik even. Uh, van uh, de opname van uh, bij Miele met uh, Jasper Boom. Die is uh, de volgende aflevering na de aflevering van jou. En uh, ja, toen, uh, toen verloor ik. Maar dat ging over keukengerij. Dus ik, ik kon ja, hem wel was hebben. Dat was ook niet eerlijk. Ba nee, dus. Uh, dus uh, ja. Maar goed, uh, ik hoeveel heb een quiz... vragen heb je? Ik heb. Uh, even kijken. Vijf, vijf vragen. Vragen. Heb, vijf vragen heb ik. En ik heb hem voorbereid. En het gaat over de Tour de France. Jullie moeten eigenlijk zo snel mogelijk antwoorden en uh, direct het antwoord laten zien. En eigenlijk, elk antwoord is één punt. Dus vraag één. Zijn jullie klaar voor? Yes. Hoeveel verschillende etappewinnaars waren er vorig jaar? Binnen vijf seconden antwoorden, jongens. Laat de antwoord maar zien. Lars, 15. deze, 15. 17. 1-0 voor Bram. So, hoeveel was het dan? 17. Oh, kijk. Oh, oh. Ja. vraag. 2. Ja. Hoeveel verschillende nationaliteiten zijn er dit jaar? Nee, ik denk dat dat we voorjaar jaar, jaar Ja, vorig jaar, sorry. Want niet iedereen is nog bekend, denk ik. Nee. Vorig jaar: uh... Ja, laten we zien. Bram. Bram heeft 23. 23. 22. 2-0 voor Bram. Oeh, daar moet ik even mijn best gaan Hoeveel was het? 24. We had, had, Vraag 3. Hoe jong was de jongste deelnemer... vorig jaar? In jaren en dagen, alsjeblieft. Laat maar zien, Luis. 22 jaar, 40 dagen. 19 jaar, 237 dagen. 2-1. Het is 22 jaar en 54 dagen. Quinn Simon, Simmons. Vraag 4. Hoe oud was de oudste deelnemer... Graag in jaren en dagen en extra punten verdienen als je de naam weet? Precies 40 zei ja. ik. Bram, en wel, welke. Uh, 37 jaar en 241 dagen. Nee, dan heeft goed. staat er 2-2, en is een bonuspunt oh, eh? te verdienen voor degene die ook weet wie het is. Van uh, wie de oudste was? Ja, wie de oudste was. Ja, ik denk dat het uh, Louis-Leon Sanchez was die daarna stopte. Ja, nou, dat saai. Ik denk dat jij hem goed hebt ja, heb <laughs> <laughs> Oké, okay, laatste vraag. Hoeveel kilometer heeft Niels in totaal gefietst in de drie edities bij elkaar? Ja, Niels Eko, of even zijn plo ja. ploeggenoot, die heeft drie edities gefietst. Dus in, een, in, in 2021, 2022 en 2023. Ja. Ik ga voor uh, 9981 kilometer. Ik 9800. Nou, moet ik. Uh, de winnaar van dit antwoord yeah. zit het dichtst bij het volgende getal. <laughs> ja, dat is 10.000 kilometer. Uh, en 90. Wat een in-aanslag. pijnlijk, man. Ja, ja hey. gefeliciteerd, uh, Lars. Ja, dankjewel. En dan is het nu tijd voor de reclamecaravan van onze sponsor By Nutrition. Zo'n fantastisch nieuw product. Een nieuwe gel. Verkrijgbaar in de smaken... berry en lemon. Een gel met 40 gram koolhydraten. 100% natuurlijk. En eh, de smaak... komt van vruchtensap. Echte vruchtensap. Elke gel heeft dus 40 gram koolhydraten... in de verhouding 1 tot 0,8. Dat gaat over de glucose fructose. Dankzij deze verhouding... kunnen de koolhydraten nog beter worden opgenomen... en... Kan je een koolhydraatinname opbouwen tot 120 gram per uur. En zoals iedereen weet is dat natuurlijk, ja, het is een beetje de limiet, maar dat heb je ook echt nodig als topsporter tegenwoordig. Uh, als je die gel dus combineert met de endurance booster van BioNutrition, ook in de verhouding 1 tot 0,8, heb je dus de ideale combinatie. Wil jij dit topspel gebruiken in je training, ga dan nu naar BioNutrition. En bestel met de kortingscode Cycling Insight en krijg daar 20% korting. Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aerocycling Gear hebben wij speciale Cycling Inside wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, AeroCyclingGear Gear is dé pionier in aerodynamische fietskleding. Dus fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www. Erocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving. Dit was de reclamecaravan. Bram, etappe 9. Gravelrit. Hoe kijk je daar tegenaan? Voor mij persoonlijk uh, hoeft een gravelrit niet in een drieweekse ronde te zitten. Want, ik, waar, uh, waarom niet? Uh, nou, omdat ik eigenlijk uh, zonde vind dat er op uh, valt gravelrit heel weinig te winnen en heel veel te verliezen dus voor klassementsrenners is het gewoon uh, een lekker band, kan jou drie, vier, vijf minuten opleveren. En ja, de kant op lekker band is natuurlijk veel groter op een gravelrit uh, rit dan op een, uh, een berg etappe. Maar het maakt het voor de kijker ook wel een beetje wat spannender, denk ik? Ja, dat maakt het zeker spannend. Maar ja, als je de massasprint uh, een bottleneck op 500 meter van de finish uh, neerlegt, mm -hmm. dan maakt het ook spannend. Maar dat is ook niet altijd uh, bevorderlijk voor de, voor de renners. Ja, oké, okay. maar ja, je hebt dan wel in een enge kans dat er een outsider uh, met de winsten vandoor kan gaan van die etappe, toch? Ja, van die etappe, dat is waar. Maar voor, voor het algemeen klassement vind ik het vaak wel, uh, wel jammer. Zeg maar de strijd achter de etappe winnen, winnaar. Hoe kijk jij daar tegenaan, Lars? Ja, voor mij uh, hoeft dat ook niet per se. Je weet gewoon dat het, dat het heel chaotisch gaat worden, want iedereen heeft heel veel stress. Je kan de toer daar waarschijnlijk niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. Ja. En dat weten alle klasse mensrenners. En dat, ja, daar, daar zitten uh, tegenwoordig uh, gewoon uh, ja, zeven renners bij die puur één iemand ondersteunen. Uh, in de echte klasse zoals Visma en zoals uh, UAE. Ja, dan uh, ja, dat staat gewoon garant voor, uh, voor valpartijen en uh, ja, gewoon voor ongelukken. Dus nou, ik ben heel benieuwd en ik hoop dat het uh, niet een te groot effect gaat hebben. Maar ja, ik hoop niet uh, dat dit nog heel vaak op deze manier uh, voor gaat komen. Dat is voor mij. Uh, ik vind het persoonlijk onnodig. Maar weet je, <coughs> kan je begrijpen waarom de, de organisatie kiest voor een Cravelit? Ja, tuurlijk, ze weten er aan. dit Dit gaat waarschijnlijk. De best bekeken etappe worden van, uh, van de Tour de France. Iedereen is er nu al mee bezig. Wij hebben het er nu ook over. Uh, alle ploegen zijn dit gaan verkennen. Je weet gewoon, uh, ja, er is zoveel om te doen geweest. Er gaat helemaal opgebouwd worden naar die rit. Het is op een zondag voor een rustdag. Ja, dat, uh, dat gaat de rit voor de, voor de Tour worden. Ja, en voor de organisatie heeft dat gewoon te maken met sponsorbelangen natuurlijk. Gewoon kijk kijkers is weer uh, geld. Wat, wat wordt er bij jullie intern uh, besproken over de Gravelit? Of hebben jullie het er nog niet over gehad, uh, Bram? Nog niet specifiek over gehad, maar ik kan me wel inbeelden natuurlijk dat het voor een ploeg ook niet ideaal is. In, uh, in de zin van dat ze heel veel materi extra materiaal mee moeten nemen. Met hm. al het materiaal wat ze al mee moeten nemen, moeten ze nou ook nog uh, speciale banden? En misschien sommige ploegen met speciale fietsen. Die aan de start krijgen. Ja, en ook wat het kost. Hè. Kijk. Uh... Kijk, natuurlijk, Bram hoeft niet zelf te betalen als hij straks lekker rijdt. Maar iemand moet wel die bandjes betalen. En uh, ja, je, je kan nu al raden dat er heel veel lekker banden gereden worden. Nou, voor hoeveel kost een bandje tegenwoordig? Ik denk dat je 100 euro niet goed maakt. Nou, precies. Nou ja, laat ze 100 keer uh, lekker rijden dan nou, re uh, reken maar uit. Ja, dat is gewoon uh, eigenlijk bizar. Gewoon uh, iemand moet dat betalen en het is gewoon uh, onnodig, vind ik. Ja, dat is eigenlijk ook zonde van het geld. Ja. Lars, wij zijn ook actief op Petje af. Ja, we zijn nu een uh, aantal weken steeds actiever geworden. We gaan daar gewoon. Daar komt wekelijks een video. Dus er komt op een woensdag een video openbaar op YouTube Spotify. En dan die woensdag daarna puur voor ons patch afleden. En die week daarna komt er dan weer een openbare video en uh, een Spotify aflevering. Dus uh, ja, we. Uh, we hebben flink geïnvesteerd in onze studio. En uh, nou ja, we krijgen steeds meer fans. En voor hun willen we eigenlijk wat extra's doen. Dus uh, nu na deze aflevering van Bram. komt er volgende week woensdag een aflevering met de Nederlandse kampioen. Uh, Gravelen, Lars Lohuis. Dus ben je daar nou naar benieuwd? En we hebben ook een aflevering opgenomen met Arvid de Klein. Nou, ben je daar nou heel erg benieuwd naar? Dan uh, ja, ga dan naar onze petje af. En al vanaf 2,50 euro kan je lid worden. En kan je onze. Uh, Community uh, uh, joinen ja. en uh, ja daar zijn al steeds meer uh, mensen lid van en dat gaat uh, dat gaat dat gaat heel leuk en ja, we hopen dat er steeds meer mensen meer, meer mensen bij gaan komen en uh, ja, met een ja, die, kleine bijdrage kleine eigenlijk... bijdrage en je krijgt er ook wat voor terug natuurlijk hè. het is niet ja. dat je betaalt voor niks nee je krijgt gewoon elke elke week dan een video uh, of een extra aflevering en soms zullen we het dan hebben over een onderwerp dat wij er met z'n tweeën over ingaan, misschien iets meer actualiteit. En sommige keren, zoals nu met Arvid en Lars, hebben we dan dus een, uh, echt, echt een gast. gewoon. Dus uh, ja, krijg je er geen genoeg van, uh, van ons. Ga dan zeker naar patjeafcom slash cycling cycling-en-site. En vanaf 2,50 euro per maand kan je al uh, lid van ons worden. Ja, en dus, en uh, met die kleine bijdrages kunnen wij weer echt superleuke content maken precies uh, voor de luisteraar. En wij geven ook leuke dingen weg. Ja, de, ja. daarop... De, voor de leden van Patje Af... zijn de, de shirts die onze gasten meenemen... Ja. van Arvid, uh, Michael Zeilaert... Uh, et cetera, van Bram Welter... komt er vast nog een shirtje bij. De, die zijn... Uh, die, die verlooten wij onder de, de leden van, uh, van Petje Af. Dus uh, ja, je, je maakt ook nog een keer uh, kans op die, op die shirts. Ja, en los van ons uh, Petje Af... zitten natuurlijk hebben we ook een supermooie website... Uh, waar ook een webshop in zit, ja. dus neem ook gewoon gerust een kijkje in onze webshop en daar kan je ook... Ja, cyclinginside.podcast.nl Heel goed, mooi gezegd, uh, Lars. We hebben luisteraarsvragen voor jou, uh, Bram. Ik dus, ben benieuwd. Uh, ik ga heel even ons internet erbij pakken. Ben je op voorbereid? Vorige keer hadden we ook supermooie luisteraarsvragen voor jou. Nou, toen het nog uh, over Tinder ging. Maar ondertussen hebben we allemaal gewoon een vriendin aan de aangeslagen. Het heeft toch wat geholpen. Dan. Ja. ja, is het ja. gelukt? Alle aanmeldingen. Nee. Ja. Ja. Onze mailbox Ja, Die, die, die echt... mailbox die volstroomde... Daar is een, uh, een, er zat één hele goede tussen. En dat is, ja. dat is een geworden. En die is nog steeds. We, we hebben in ieder geval een luistervraag ook van Niels W. Hoe gaat het met je tinder Tindermensen? <laughs> <laughs> die uh, over uh, niet stellen. Nee, nee het is uh, eigenlijk vrij uh, kort na die podcast uh, iemand leren kennen. Niet van weet je Nee, maar, via via maar niet via tinder nee, wel via een app, via Happen. Ja, via dat Happen. Is een soort tinder, ken je? Ja. ja. Ik ken het. Ja. Ja, ik heb mijn vriendinnen ook leren kennen op Happen. Ook op Happn, ja, Ook op Happen. Ja, dat is top. Dus, uh, maar uh, hoe heet ja, je? Er waren Floor. Floor. Nou, nou wel erg leuk. En ja, maar we zijn er buiten die vraag. Ja, nog meer ja, luisterdersvragen. Ja, meer <laughs> vragen. Uh, van Andy die meester, die had de vraag: wie was je beste ploeggenoot? lachs van de Berg. Ja, <laughs> ja, dat is het enige <laughs> goede antwoord natuurlijk. <laughs> ja. nee, maar wie, wie was echt nou als je terugkijkt? Wie was het echt? Hoezo de beste ga jij dan nou gewoon door? Ja, <laughs> ja, hij, pro hij probeert het uit te Maar ik wie, probeer, was ja, wie was het Wie was echt de beste? Probeert een bepaalde afstand te creëren ja. tussen mij en ja. Ja. Nee, dat is niet mogelijk. <laughs> nou, Oké. Okay. Lead-out of zelfs sprinten. De lead-out. Ja. Ja. Kun je die verklaren? Um, omdat als ik uh, zelf ga sprinten, kom ik gewoon net iets te kort om te winnen. En uh, als ik een, als ik een uh, sprinter help aan een overwinning, dan voelt dat voor mij ook als een, uh, als een overwinning. En dat is het beste gevoel wat er bestaat. Ja. Ja, Goed antwoord dan. Ja, ja. 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 Zal ik die vraag aan jou stellen, Luis? Nou, dat hoef je bij mij niet echt te stellen, Leedout. Want dat, uh, daar begin ik niet aan. En zelfs sprinten, dat heeft ook weinig zin. Dus uh, dat, uh, dat, die vraag kunnen we mooi bij Bram, uh, bij Bram houden. Nou, jij hebt uh, volgens mij vorig jaar in Occitanie. Occitanie? Ja, <laughs> Occitanie, <laughs> uh. Bijna gewonnen in een, uh, in een, sprint, in een sprint. Ja, he? bijna. Het was een sprint 1 uh, tegen 1. Die ja. verloor ik. Dus uh, ja. dat, zei, dat zegt dan wel genoeg. En ik heb wel een jaar daarvoor in de uh, ronde van Occitanie. En uh, Lida had gedaan voor Jake Stewart. En die won toen. Dus uh, nee. ik, ik heb het toch in me. Maar dat is wel op een lager niveau. En als het peloton uh, nog maar 40, 50 man is. Maar uh, nee, uh, en in de sprint winnen, dat uh, wordt een moeilijk verhaal voor mij. En jullie wonen ook samen, toch? 50-50. Uh, ja. Zien jullie elkaar eigenlijk wel eens of is het eigenlijk altijd om en om in dat huis? Nou ja, afgelopen winter hebben we eigenlijk wel heel erg lang samen gezeten. Ja, in de, in de winter zit er natuurlijk een lange periode dat we kunnen trainen en toen waren we samen. Maar afgelopen seizoen en het jaar zelf zien we elkaar niet veel. Nee, dan bijna niet. Is je wel een beetje netjes, Lars? Ja, ja. ja, ja? Lars netjes hoor. Opgeruimd typeje? Ja, de dag die, uh, die is inderdaad wel opgeruimd, ja. Is maar dat zie je allemaal wel niet te weg hier, ja. bedoel je? Nee. <lacht> <lacht> <het> niet van die harde sokken uh, nee. zo. Ja, 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 helemaal niet, nee. <laughs> maar Bram heeft mijn was ook niet te doen, dus dat is een schuld. Nee. Oh. Hey, jongens, dit was alweer de, de aflevering. Dus uh, Bram, super bedankt dat jij vlak voor de Tour de France uh, hier langs wilde komen. Ja, graag gedaan. Uh, jij ja, ook uh, bedankt, uh, Lars. Yes. Uh, wij zijn nog steeds het meest te vinden op YouTube als aanbevelingen. Dus ik wil nog steeds aan iedereen vragen die op YouTube kijkt. Like, subscribe en reageer vooral op onze video's. Los van YouTube zijn we ook te vinden op Instagram, Spotify en TikTok. Dit was een, uh, de Tour de France special van Cycling Inside. Dankjewel en tot de volgende keer.